Nou, dat, is, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Dat vind ik een lastige vraag. Uh, ja, het is, het is een coming-of-age-boek, denk ik, als je, als je een beetje terugblikt. Van een, een, een jongeman die op een merkwaardige plek, niet zijn eigen huisplek, maar ergens anders, tot volwassenheid raakt. En op latere leeftijd terugkeert om nog eens te kijken wat is er nou precies gebeurd. Maar coming-of-age is wel de, een, een goede titel ervoor. Kan je heel kort iets over de inhoud zeggen? Ja, ik heb net iets gezegd. Een, een jongeman uh, die in 1957 maakte deel uit van een uitwisselingsprogramma voor scholieren. Dat bestond toen ook daadwerkelijk. En hij belandt in San Francisco bij een familie. Precies op een verkeerd moment. Die familie is in een soort overgangssituatie bezig. De vader is violist. En, maar hij uh, gaat een ander bestaan aan... Bij een hulpgroep voor, junk, voor Junkies. En deze jongeman, deze Nederlandse jongeman ja, die komt in die familie en raakt een beetje losgeslagen van zijn wortels, om zomaar eens te zeggen. En krijgt de kans om als hulpje bij een team van Alfred Hitchcock mee te gaan filmen. En ontmoet bij dat team Alfred Hitchcock niet, later in de roman wel, ontmoet hij hem een paar keer. En hij raakt in de ban van de Alfred Hitchcock-wereld. Daar, daar komt het feitelijk op neer. Zo erg in de ban dat hij alles aan de kant schuift. Zijn hele bestaan komt ja, op de tocht te staan. Zeg maar. Hij gaat niet eens naar high school. Hij bedriegt en liegt. Zijn, die familie waar hij in huis komt. Beweert wel dat hij naar school gaat, maar hij gaat helemaal niet naar school. En, en, en wordt verliefd, uiteraard, hoort ook in zo'n roman thuis. En op latere leeftijd, en hij wordt uiteindelijk Amerika uitgezet door, door vandalisme en toestanden. En op latere leeftijd, als gepensioneerde, enigszins deftige meneer, keert hij terug naar San Francisco. En gaat eens dus naar, wat is er nou precies gebeurd daar? Want de, daar heeft hij allerlei onduidelijkheden over in zijn herinnering. Hitchcock is altijd bij hem gebleven, ook als oudere meneer. En hij gaat dus te laat. Ja, je kan, als je het een beetje dramatisch zegt, terug naar Hitchcock, om het zo eens te formuleren.